Идите на место. Обратно на патруль. In Dark Sector kruip je in de huid van Hayden Tenno, een man die de vuile klusjes voor de CIA opknapt. Omdat hij lijdt aan een ziekte waardoor hij geen pijn ervaart, is hij meer dan geschikt voor dit karwei. Tijdens een van zijn missies moet hij afreizen naar Lastria in Oost-Europa om daar een speciale agent uit te schakelen. Dit omdat hij zijn handen heeft weten te leggen op het Technocide-virus. Een levensgevaarlijk virus dat mensen transformeert in moordmachines. Do it. Tijdens zijn missie wordt Hayden echter gevangen genomen en besmet met het virus. Dit virus heeft op hem alleen een andere uitwerking dan verwacht en Hayden evolueert langzaam tot een ware superheld met de daarbij behorende krachten. Hayden zal er nu voor moeten zorgen dat Messler wordt tegengehouden om zo de wereld te behoeden voor een biologische ramp. Dark Sector maakt gebruik van de Evolution Engine. Deze engine is door Digital Extreme speciaal voor deze game ontwikkeld en dat is ook wel te zien. De omgevingen ogen erg sfeervol en maken gebruik van hoogwaardige textures. Helaas zijn deze omgevingen soms wel wat eentonig, wat toch een beetje afbraak doet aan de rest van de visuele aspecten. Hierbij moet wel gezegd worden dat de game standaard erg donker is, waardoor het soms moeilijk te zien is waar je heen moet. Gelukkig zijn deze opties, zoals de helderheid en het contrast, wel aan te passen. Dark Sector is echt een game die zich van andere shooters probeert te onderscheiden door middel van de gameplay. Zo bevat de game een mix van close combat en geweren. Daarnaast beschikt Hayden over enkele superkrachten, waaronder de werpster. Gedurende de game zul je diverse updates krijgen waarmee je nog dodelijker wordt. Look who it is, my favorite half-monster customer. Daarnaast zijn er nog tal van andere mogelijkheden om je tegenstanders uit te schakelen. Zo heeft Hayden de beschikking over een aantal geweren die in de black market van upgrades voorzien kunnen worden. Helaas is dit systeem niet zo uitgebreid als je misschien gehoopt had, waardoor het eigenlijk nauwelijks de moeite waard is om je vuurwapens te upgraden. Dark Sector is een leuke game die toch wel iets nieuws toevoegt aan het shooter-genre. Door de werpster wordt de gameplay naar een hoger niveau getild en de minpunten zoals een frustrerend combat systeem gecompenseerd. Als je de helderheid en het contrast aanpast, dan valt op dat de game grafisch dik in orde is. Mocht je dus toe zijn aan een leuke en originele shooter, dan is Dark Sector een aanrader. Wij geven de game daarom een score van 77%.